Frans Bauer hecht veel waarde aan de veiligheid van vrouwen in onzekere omgevingen. De volkszanger heeft daarom aangeboden om Angela de Jong te vergezellen tijdens een wandeling. Frans Bauer, een van de meest geliefde artiesten in Nederland, staat bekend om zijn sympathieke en benaderbare karakter. Dit komt ook duidelijk naar voren in de media, waar hij zich altijd vriendelijk en open op stelt. Het is dan ook zeldzaam dat Frans negatieve aandacht krijgt, iets wat zijn zoons momenteel wel ondervinden in de wereld van juiste kanalen. Het gezegde zo vader, zo zoon gaat dus niet altijd op. Angela de Jong, die regelmatig haar bewondering voor Frans uitspreekt, vertelde in de AdMedia podcast dat ze hem enorm waardeert. Hij heeft eens gezegd: de pers is altijd goed voor mij geweest, dus ik moet ook goed zijn voor de pers. In een tijd waarin de pers vaak als vijand wordt gezien, is dit een verfrissende benadering. Al dus Angela, Guido van Tienhoven, een mediajournalist en collega van Angela, ontmoette Frans onlangs bij een presentatie. Frans vroeg me toen, kom je van ver? Ik antwoordde, uit Schiedam. Zijn reactie was meteen, oh daar, bij die Porsche dealer, daar hing mijn eerste billboard. Vervolgens kreeg ik een prachtige anekdote te horen. Gudo benadrukt dat het vrijwel onmogelijk is om een hekel te hebben aan Frans. Zijn muziek spreekt me niet aan, maar Frans zelf is zo'n innemende persoonlijkheid dat je hem alleen maar wilt omhelzen. En dat gevoel heb ik al decennia lang. Angela deelde ook een persoonlijke ontmoeting met Frans tijdens een talkshow. Toen ik hem tegenkwam in de make-up, vroeg hij direct: "Waar sta je geparkeerd? Is dat op die donkere plek om de hoek?" Ik bevestigde dit, waarop hij voorstelde om met me mee te lopen zodat ik niet alleen hoefde te gaan. Guido vond dit een bijzonder sympathiek gebaar. Het toont echt zijn zorgzame aard. Uiteindelijk heeft Frans niet met Angela meegelopen. Ik zei tegen Frans dat het allemaal geregeld was, vertelde Angela. Er is hier altijd bewaking die met je meeloopt, dus het was niet nodig. Maar het was lief van hem om het aan te bieden. Deze gebeurtenissen onderstrepen nogmaals waarom Frans Bauer zo geliefd is: zijn oprechte interesse in anderen en zijn altijd positieve instelling maken hem een uniek persoon in de Nederlandse entertainmentwereld.